Yo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video op mijn kanaal. En je ziet het, dit is mijn allereerste video met greenscreen. En vandaag gaan we Fortnite Battle Royale spelen. Dus ja, laten we maar beginnen. Oké, ik ga, ja, het is gewoon helemaal de Halloween stijl. Fortnite heeft een Halloween update gekregen. En ja, yeah, ik heb een duistere skin, duistere glider, duistere backblind. Ja, ik ben er gewoon klaar voor. Ik ga gewoon beginnen. Oké, ik moet in ieder geval gewoon langs het huisje gaan. Ik hoor nog iemand, want ja, er is bijvoorbeeld iemand bij mij. Voilà, ik heb dat pistooltje nodig voor de challenges. Want ik heb damage van pistool bij de week challenges gehad. Dus dat moet ik natuurlijk wel eventjes oplossen. En ja, ik ga hem proberen te pakken met deze, want het is een standaard pistool dat ik moet doen. Oh, ja, dat lap ik wel veranderd ben. Dus dan moet ik het wel oplossen. Oh, wacht. Ja, kom maar. Kom maar. Ja, ja, daar had ik gekund. Ah, de damage is voltooid. De damage met de pistol is gewoon voltooid. Dus dat is wel nice eigenlijk. Oké, ja, we gaan het nu nog eens proberen. Maar deze keer wordt het echt. Vanaf nu heb ik een handgun nodig om damage te doen. Maar dat is de volgende stage van deze opdracht. En voilà. Ik heb al een tactical shotje gevonden. Waarom kom ik zelfs in deze brug? Had ik aan mij afgevraagd. Maar ja, waarschijnlijk omdat dat tenminste wel even rustiger is. En gewoon even rustig kan looten, verlassen. Ik heb alweer een stick shooter te pakken gekregen. Oh, en die klingers, ja, die pak ik even ook nog mee, hè. En mijn shield erbij, dat mag ook nog natuurlijk. Drinken is nodig. En een slurpje erbij, dat is ook goed. En hier zie ik een monster gewoon met mijn stick shooter knallen. Opa, kessen, die zijn ik ook alweer vanaf geraakt. Goed, dan even reloaden, dat is natuurlijk ook wel nodig. En dankjewel. Oh, jij wordt gesloten. Nee. Oh, ik heb gebouwd met een snelle binnen. Ik heb chance. Ik heb chance dat ik mezelf. Ja, die groene AR die ga ik later oplapen als ik het heb overleefd. Maar wat ik nu ga doen is even mijn sleutje drinken, want het gebeurt nu al wat. Ik zie ook wel dat er oorlog buiten is bij de cute monsters. Ja, soms zijn ze wel handig, maar soms zijn ze eerlijk. Want, oh shit, dat zijn de monsters die slagen. Oh shit. Ja, ik denk dat ik even hier moet gaan schellen. Ja, deze gaat al even slecht aflopen. Ik ga gewoon even wachten. Ja, natuurlijk, ik heb geen bouwmateriaal. Ja, hoppakee, die monster moet ik ook al vermoorden. Hoppakee, die zijn dood. Die AR-kogels. Ja, ik heb geen bouwmateriaal, maar ik zal een groene AR pakken. Oké, even wisselen. Mijn enemy zit hierboven. De enemy zit hierboven. Goed, ik even wachten. Even wachten. Ja, de opeens even zwijgen. Oh, hij heeft een lekker verslag. Hoe ken dat nu? Wacht eens even. Oh, hij zit daar. Oh nee, even weg. Oh nee. Even weg. Oh, hij heeft mij gezien, denk ik. Even weglopen. Weglopen. Wacht, waar is hij aan toe? Hij zijn zo aan het bouwen. Oké. Wacht, dat was niet op mij, denk ik. Oké, dan. Ja, dan ga ik gewoon even rustig aan. Huis binnen. Even rustig aandoen, gewoon. Ja. Ik ga ook een beetje moeten hakken, eigenlijk. Ik heb. Gewoon geen bouwmateriaal gewoon, dus ja, ik zal er wel even moeten hakken, want als bouwmateriaal dat is natuurlijk ook al wel wat nodig, ik had er gewoon geen, want anders kan ik dit Fortnite potje niet winnen gewoon. En hier gaan we ook eens kijken, ik ben in een huis binnengekomen, waar nog niet is loot en ik hoorde ook allemaal schoten en de handcannon is weer binnen, snap. Ja, daar moet ik ook op proberen damage mee te doen op spelers. En ja, hup. Even gewoon lekker hakken. Mijn bouwmateriaal is nodig, nu heb ik al een bouwmateriaal. Hier zijn nog een slurpje, die ga ik gewoon drinken gewoon. En gewoon drinken. En hier zie ik allemaal loot, dat zijn zeker van die cute monsters. Die zijn dood gegaan en ik zag precies iets dat er juist iets gebouwd werd. Dus ik ga even iets checken. Ik zie er iets, wacht, dat is een macht, wacht, ik zag hem nog meer. Dat is een, oh, dat is een enemy geraakt. Wow, ik heb hem geraakt, plus de cube monster geraakt. Nice. En nu die enemy zelf. Weinig levens moet die gast niet meer hebben. Weinig levens moet die gast niet wel hebben. Oh, die gast heeft een glider gebruikt. Ja, ik ga hem gewoon lekker achtervolgen gewoon. Oh, zit, nee, wow, hij heeft shield gebruikt. Sinds wanneer heeft hij shield gebruikt? Oh, nee, oh, nee, oh, nee, hij gaat irritant doen. Dit vind ik wel irritant. Ik ga gewoon even hier blijven hoor. Dat is het beste voor mij. Dus ik ga reloaden. Ja, reloaden. Het is nodig. Het is helemaal nodig. En ja. Dan kan ik wel maken. Hij heeft die Reaper.
Hij heeft de Reaper, die pickaxe. De Reaper pickaxe. Die ene pickaxe, ik weet niet of jullie weten welke pickaxe ik bedoel, maar... Waarschijnlijk zullen sommige Fortnite fans echt wel weten, oh hier is een opening, maar ja, ik ga gewoon precies om naar buiten te gaan. Daar. Ja, wauw, dat is dus niet geraakt. Mooi gedaan. Mooi gedaan, oh shit, shit, shit. Even naar hier. En... Oh nee, ik hoor nog meer iemand, ja, ik raak de glitch kwijt. Ja, ja, ah ja. Het is altijd zo, als ik last krijg met twee personen, dan raak ik gewoon de klus kwijt eigenlijk. Ja, en dan krijg ik dit gewoon. Dan krijg ik dit gewoon. Oké, dit is het laatste potje dat ik ga spelen. En dan ga ik voor mijn favoriete plekje, Shifty Chefs. En ik hoop dat ik Shifty Chefs me even wel een leuke loot kan gunnen. Ja, die grijze AI wil ik liefst al van al skippen. Hoppakees. En ik ga van een kistje open doen, ze. Hoppatee. En ja, de SMG, ja, ik zal die ook even meepakken, een trap. En ik hoor al een stalker, en dan bedoel ik dus die cute monsters. Soms zijn die echt irritant, maar soms kunnen je wel helpen aan afleiding van enemies. Dat is eigenlijk wel waar, want ik heb dat ook al vaak geschat, dat er gewoon een enemy bij een monster bezig was. En ja, dan had ik die gewoon makkelijk kunnen killen. En ja, ik vind dat best wel goed, dus dat is het enige mooie aan die cute monsters. Het slechte is dat ze gewoon stalken. Wanneer je bijvoorbeeld iemand hebt gekillt en dan is daar vlak bij de kill monsters, dan komen ze u stalken. En ik ga even deze vermoorden van Lasse. Ook al in orde, ik heb wel een opdracht, ik moet er nog wel een paar killen. En hier is er nog een kill monster, ik heb een groene AR. Kom maar binnen. Goodbye. Die koos pak ik op. En oh ja, ik heb dat muurtje inzetten, maar ik ga me er nu niet druk over maken. De kist. Er is nog een kist, heb ik gehoord. Dus we gaan die lekker pakken. Wat zit daarin? Een blauwe semi-auto sniper. Dat is lang geleden dat ik die gehad heb. Maar ik heb meestal alleen een groene semi-auto. En ik weet niet of er wel mensen in Shifty zijn geweest. Daar moeten we er natuurlijk ook wel achter komen. Dus ja. Oeh, er zit een bolt voor metaal. Ik kan wel proberen metaal te pakken. Dus ja, dat kan ik gewoon even zorgen. Oké, even lekker wat metaal maken. Misschien is het wel een dom idee. Ja, ik weet het. Misschien is dat wel een dom idee. Maar ja, ik wil gewoon eens proberen. Een epische bolt sniper kan ik best wel gebruiken. Beter eigenlijk dan de blauwe semi-auto eigenlijk. Dus ja. Oké, we gaan gewoon even lekker hakken gewoon eigenlijk. Die sporen tellen ook al als metaal. Er zijn nog autokers, er zijn vrachtwagentjes. 300 metaal is het. Inderdaad, dat is 300 metaal. Dus Emma Box kan ik zelfs open doen. Mooi dan, en dan natuurlijk deze auto hakken. Ik heb hier nog twee vrachtwagens die ik gewoon kan hakken. Alles voor mijn bolt. Er is hier toch denk ik niemand in Shifty geweest. Dus ik heb hier gewoon al een tijd. Er is hier toch niemand aan. Ah, hier is zelfs een trap die ik kan mee pakken. Ik heb gewoon alle tijd gewoon, dus ja. Yeah. En hier is nog een vrachtwagen, maar ik ga eerst controleren of er een kist in zit. Ja zeker, er zit een kist in. Oh nee, de kist moet ik niet hakken. Sorry kistje. Ja, en er zit mijn straf om een slecht wapen eruit te krijgen. Ja, die kan ik gewoon niet meepakken gewoon. Die vrachtwagen nog even hakken. Ik ben bijna bij de 300. Bijna bij de 300. En ja zeker, ik heb de 300 metaal te pakken gekregen. En ja, dan kan ik gewoon die bolt gaan pakken. Ik heb toch nog 145 hout. En voilà, de bolt is van mij. En ik zeg doei tegen de semi-auto. En ja, ik heb hier nog een groene pump shotgun erbij gekregen. Een shotgun is ook nodig bij mijn loot. En ja, zo moet het natuurlijk eigenlijk. De service aan bewegen. Ah, ik ben niet zo ver van de cirkel, dus dat is best wel nice. Dus ja, ik kan gewoon even dit stukje even looten. Oké, blijkbaar alleen een grazen jaar. Kogeltjes, kom maar mee. Oké, ik ga gewoon eigenlijk direct naar de cirkel gewoon. Hoppakee, een trapje bouwen. En ik heb nog een shield gevonden dat ik kon opdrukken. En ik hoor schoten. Dat was op een monster, neem ik aan. Ja, want ik hoor die monsters ook doodgaan. Ik hoor ze echt doodgaan. Nou, daar zijn monsters, maar ik ga ze gewoon negeren. Ik ga ze gewoon negeren. Ik ga gewoon hier die trap bouwen. Ah, dat is hier. Even mijn sniper pakken. En sim. Oh, nee. Nee, dat was niet raak. Even wachten. Wacht, ze zijn eens bezig. Hij is druk bezig. Shit. Ja, 110 damage. Oké. Oh shit, dat gaan we irritant doen. En dan krijg je die monsters natuurlijk weer. Nee. Dit gaat niet leuk worden. Nee, dit is niet leuk. Oh wauw, 99. Waar zit hij nu? Oh, hij zit hier. Oh nee. Ja.
En daarom werk ik graag natuurlijk met de tactical. En dat vind ik dus eigenlijk gewoon beter dan een pump. Ja mensen, dat was het nu voor deze video. Bedankt voor het kijken naar deze eerste video met greenscreen. En je ziet nu maar nu allemaal Fortnite screenshots dus achter mij. En er zal nog een screenshot komen van mijn Victory Royale die ik gisteren in mijn livestream heb gemaakt. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat dan zeker vast een likeje achter hier beneden. Abonneer dan zeker op mijn kanaal om gratis op de hoogte te blijven voor de nieuwe video's. Bedankt voor het kijken. En ik heb nog maar één ding te zeggen. En het is peace out met Jochen. En tot de volgende video. Ciao.